Broeder Fuad, ik zou zeggen, kom hogerop, vriend. Maar je bent vanavond niet alleen, heb ik begrepen. Je hebt iemand meegenomen. Ja hoor. En wie heb je meegenomen? Zuster Lisbeth. Precies. En zij, ik kan haar wel aankondigen, maar dat kun je zelf veel beter. Zuster Lisbeth, kom maar naar voren. Ja, nou ze is er. Okay, ja. Hier heb ik een microfoon. En hoe is de relatie tussen Lisbeth, waar ken je ervan? Lisbeth, ik ken haar van onze gemeente. Ik kom uit de International Christian Fellowship, de gemeente. Daar heb ik haar leren kennen. En haar in man. Rotterdam, hè? Ja, in Rotterdam. Ja, want ik zei aan het begin van de avond dat ik je niet kende. Maar ik ben een keer op visite geweest. Oh. En toen zag ik zo'n man die dus precies zo uitzag als jij. Dus het is helemaal niet waar. Ik ken je al lang. Dus ja. Ja, maar dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Okay. Maar ga verder. Ik stoor je. Oké. Okay. Maar dus dat, ik ken haar daar in de gemeente. En... toen heb ik op een gegeven moment heb ik hen geroepen om ons ondersteunen in het werk, de stichting waar wij voor gaan. Precies. En hebben ze na gebed aan God en een poosje bidden en over nadenken. Ze wouden eigenlijk naar buitenland de zending in te gaan. Dus toen hebben ze ervaren dat God roept hun dichterbij de zending in te gaan. Ja, om mooi. Met ons te werken. Kan misschien zelf... Ja. Maar nu snappen we de link. Dus Lisbeth, ja. Vertel. Ja. Hoe, home of... Ja, home voor... Home ja. Voor koorts. Hij doet het nog niet. Nee, het is K1 is het, jongens. Nu wel, denk ik. Hoop ik. Ja? Ja, hij doet het. Vertel. Ja, wat wil je horen? Ja. Een heel lang verhaal. Ja. Ik heb ook nog heel veel vragen, ja. Maar ik ben wel benieuwd. Home for Koorts, wat is het precies en welke rol speel je er zelf in? Nou ja, wij spelen een rol in nu als bewoner van een huis. We werken vanuit twee huizen binnen Home for Koorts. Om gaan naar veranderingen in op te treden. Maar we proberen eigenlijk om alle Koerden het evangelie te brengen. Dat zijn er nogal wat, 40 miljoen. En we proberen daar alle mogelijke middelen voor te gebruiken, zoals de media, social media, Facebook. Koerdische kerkdiensten organiseren we elke twee weken. We vertalen materiaal voor Koerden, zodat ze het evangelie hun eigen taal kunnen lezen. En wat doen jullie dan in Koerden? Want je zegt 40 miljoen, maar die wonen niet allemaal in Nederland. Die wonen niet in Nederland. Voor zover ik weet niet. Hoe zit nee, dat? Gelukkig niet. Je richt je op Nederland? Wat zei je? Nee, dat past niet in Nederland. Nee. Maar hoe zit dat? Gericht op Nederland en daarbuiten, allebei of zo? Of? Ja, hier in Nederland werken we met name, vooral onder asielzoekers. We bezoeken asielzoekers in de opvangcentra. Proberen we te kijken waar Koerden zitten. Die brengen we een bezoek. We delen het evangelie met hen. We nodigen ze uit thuis voor een maaltijd, een kopje thee drinken. Maar ook heb elke twee weken een Koerdische dienst. Dus dan gaat de dienst echt in het Koerdisch. En Faradun spreekt, maar ook andere mensen gaan soms voor om ze het evangelie uit te leggen. En ze bij Jezus te brengen. En hoe doen jullie dat? Hoe zijn jullie gericht op die 40 miljoen, zeg maar? Want dit is alleen Nederland of alleen Rotterdam misschien zelfs nog? Ja, wij zijn eigenlijk nog een heel klein team. Dus bid alsjeblieft voor meer werkers. Oh. Maar via de social media, zoals Facebook, bereiken we wel heel veel mensen. En Faradun weet de getallen beter dan ik. Maar daar worden echt duizenden mensen wekelijks door bereikt. Hey, en wat je zegt van we kunnen wel wat hulp gebruiken. Hoe bedoel je dat? Hoe wij dat doen? Nou, wij willen eigenlijk jullie vragen om met ons mee te bidden. Net als werd al gezegd, Faradun gaat vannacht reizen. Vaak komt hij dicht bij gebieden waar IS is. Het is echt gevaarlijk voor hem om te reizen. Ook hier in Nederland ondervinden we soms veel tegenstand. En we hebben jullie gebed echt heel hard nodig. Dus je hebt ook een foldertje gevonden op je zitplaats als het goed is. Kan je invullen. Dan kan je aankruisen dat je mee wil bidden. Dan sturen we je elke maand een gebedsmail waarin we schrijven wat er is gebeurd. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld ook heel veel Koerden gedoopt. Zulke dingen delen we ook in de mail. En we hebben ook eigenlijk jullie hulp nodig in financiën. En vanavond hebben we eigenlijk een speciale actie. Want voor maar €3 kun je al donateur worden. En als je vanavond dat formuliertje invult, heb ik een boekje voor je. Dat gaat over de islam. De islam onthult. En als je donateur wordt voor €3 per maand en het briefje bij mij inlevert straks achter in de zaal, dan krijg je die gratis mee. Hey, waar sta je? Links achterin, bij die cd's daar zo. Oké, top. Hey, dankjewel. Zullen we, misschien een beetje gek, maar zullen we er een warm aanmoediging, positief iets, applaus geven voor het werk wat ze mogen doen en dat we betrokken zijn. Dankjewel.
ik heb op allerlei mogelijke plekken vragen neergelegd. Even zien. Ruilen we even om. Mag jij in het licht staan? Ga ik wat meer in de schaduw. Ik heb zoveel vragen. Ik begin gewoon met deze. Vraag 6 heb ik hier zo. En daar stelt iemand de vraag: wat is nou het grootste verschil tussen de Koran en de Bijbel? Dus dat moet zeggen. Ja. En het is geen aparte lezing. Het moet, want ik vond dat je er 4 lezingen over houden, over wat het verschil is. Ja. Tussen het christendom en de islam, tussen de Koran en de Bijbel. Ja. Als je het nou in de kern moet samenvatten, wat is dat? Het verschil tussen Koran en de Bijbel. Bijbel zit een godsliefde in en redding en verlossing in Jezus Christus. In de Koran lezen wij niet dat Jezus Christus gekomen, alles een enige redder en verlosser hier op aarde. Dat lezen wij in de Koran niet. En in de Koran lezen wij ook die verhalen van de profeten, allemaal kleine stukjes, die niet allemaal losse stukjes van die verhalen, bijvoorbeeld Abraham, Mozes en David, allemaal kleine, niet volledige verhaal van David of van Mozes, maar allemaal stukjes in de Koran. Maar in de Bijbel lezen wij gewoon volledige verhalen van God's story, Gods verhaal van begin tot einde. En eindigt God in redding door Jezus Christus zijn Zoon in de Bijbel. En in de Koran vinden wij niet. Nee. Nou, vraag 5 er meteen achteraan. Maar hoe kom je dan volgens de moslims, volgens de islam, hoe kom je dan in de hemel? Dan kom je nooit in de hemel. Niet. Maar waarom zou je dan een moslim zijn? Ja. Waarom ben ik christen geworden dan? Als redding in islam staat, dan waarom ben ik christen geworden? Ja, dus de enige reden die ik hier sta, dat Jezus Christus mij gered heeft door zijn kruis. Ja. Ja, ik moet wennen aan die enorme ontwapende manier waarop je antwoord geeft. Heerlijk. Ja. Maar dan toch nog een keer de vraag. Want moslims hebben wel, hey, ik ben helemaal met je eens. Ja. Moslims gaan niet naar de hemel. Even, zonder de Heer Jezus kom je er niet. Nee. Van de lach komen we naar het bloed serieus opeens. Ja. Maar goed, dat kan wel op een jaardagavond. Maar hoe zien zij zich dan voor zich? Hoe zag jij het, voordat je de Heer Jezus had leren kennen, hoe zag je het voor je om in de hemel te komen? Of hoe ziet een echte toegewijde moslim dat? Nou, voor een christen is het helder, door het geloof in de Heer Jezus alleen. Ja. Maar hoe zit het voor een moslim? Voor de moslim, zij hebben een laatste momenten van de profeet Mohammed, laatste momenten in het leven van profeet Mohammed, hebben aan hem gevraagd. Heere Mohammed, waar gaat u naartoe? Gaat u naar de hemel of naar de hel? En zei hij, Allah alleen weet. Ik weet zelf niet. Dus de profeet zelf was onzeker. Dus islam betekent onzeker. Nooit zekerheid in jouw leven. Dat weet je niet waar je naartoe gaat. Je doet best in jouw leven. Hard werken. In de moskee gaan. Bidden. Koran lezen. Vasten. Toch onzeker. Jij weet het nooit. Daarom zeggen ze heel vaak, inshallah, alles Gods wil. En dat is eigenlijk, je doet een belijdenis, maar eigenlijk is het een belijdenis vol onzekerheid. Onzekerheid. Dus. Ja, jij bent onzeker. En je blijft onzeker. Als je als christen iets wil uitdragen aan een moslim, omdat je samen staat te vakken vullen bij de appie, of waar dan ook. Hoe kun je dat dan het beste doen? Als dit het grote verschil is tussen een christen en een moslim. Ja. Op welke manier kan ik, als ik dat zou willen, als ik met een moslim die ik ken, vriendengroep of studiegenoot, hoe kan ik dan het beste dat gesprek erover aangaan? Dat God van de mensen houdt. Hoe, wat? Oh, daar ga ik even iemand horen. Ik dacht die verzon ik zelf. Oh, wacht. Nee, die heb ik niet zelf verzonnen. Iemand anders was maar hoor. Ik ben niet de enige met de vraag. Ik wil graag mijn geloof uitdragen, maar vind dit moeilijk tegenover medestudenten en collega's op het werk. Hoe doe je dat? En ik zei van, hoe doe je dat met een moslim? Maar misschien kun je wel die vraag breder beantwoorden. Hoe draag je het evangelie uit aan iemand anders? Ja, de beste evangelie uitdragen aan iemand anders als je over liefde van God hebt. Want elke moslim die gelooft niet dat God liefde is en van die persoon houdt. Omdat wij doen heel veel zonde, wij maken heel veel fouten. En wij, dus moslims, gelooft dat God haat mensen. Ik zei het in mijn getuigenis, in islam, God haat.
mensen die zonde doen. Dus daarom kun je nooit bij God komen als God liefde. Mm. Maar als wij zeggen in Jezus Christus, God houdt wel van je. En wij hebben in Romeinen 5 vers 8 gelezen. God zijn liefde bewezen toen Jezus gestorven voor onze zonde. Dat is de enige manier die kan je jouw collega vertellen over Gods liefde. En Jezus Christus gekruisigd voor onze zonde, voor onze fouten. Die hij niks gedaan heeft. 1 Petrus 3 vers 18. Die niks gedaan heeft, gestorven voor de zondaar. Die zonder zonde was, gestorven voor de zondaars. Dat is in 1 Petrus 3 vers 18. Die kan je wel best vertellen aan collega's die moslim zijn. Over Gods liefde en Jezus Christus gekruisigde voor de zondaars. En als je nu met een niet-moslim te maken hebt. Stel je voor dat je dat dan zegt. Ja. En dan zegt iemand, ja, voet. Dat geloof jij, maar daar heb ik helemaal niks mee. Flauwekul, dat hele geloven, ik heb daar helemaal niks mee. Ja. Wat zou je er dan op zeggen? Dan zeg ik, soms, die komen ook tegen, de Nederlander. Ja. Dan zeg ik, je weet niet wat je mist, joh, in je leven. Mm. Waarom zou je dan eigenlijk zonder Jezus leven? Maar weet je, ik heb wel ooit dit verhaal bekend tegen iemand verteld. Ik ging naar de bakkerijen, een Nederlandse bakkerij, heel kort vertellen. Ik ging naar hem toe, ik zei, mag ik een broodje? Wij eten altijd lichtbruin brood. Ik zei, lichtbruin brood. Zegt hij, oké, komt eraan. En ik zei tegen hem, weet u dat God van u houdt? God liefde. God is liefde. Zegt hij, nou, ik geloof niks. Ik geloof in niks. En gaf hij zo brood aan mij. Ik zei, oh nee, gelooft u niet in God? Zegt hij, nee, ik geloof niet dat God bestaat. Ik zei, mag ik een vraag stellen? Bestaat u wel? Zegt hij, ja. Ik zei, en uw brood dan? Ik zeg, ja, dat is mijn brood, tuurlijk bestaat wel. Ik zei, wie heeft die brood gemaakt? Zegt hij, ik zelf. Ik zei, als jij niet was, jouw brood was ook niet. Zegt hij, klopt. Nou, ik zei, als God niet was, dan was je ook niet. Ja. Ik zei, heel logisch over nadenken. Alles wat jij ziet in jouw ogen, heeft een maker. Iemand heeft het gemaakt. Midden in Japan, midden in China, midden in Nederland. Ja. Wij zijn midden in heaven. Ja. Dat moet wel iemand ook ons gemaakt heeft. Oh, zei hij, heb ik nooit over nagedacht eigenlijk. Ja. Mooi. Ja, mooi. Ja. Ja, mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ja, ik zou nog veel meer voorbeelden willen horen. Maar ik ga gauw naar een andere toe. Want al ligt dat je ook zo'n gesprek hebt gehad bij de slager en bij de supermarkt. Kan niet anders. Ja. Heerlijk. In je getuigenis had je het op een gegeven moment over dat in de vlucht vanuit Irak uiteindelijk in Nederland aangekomen zijn. Dat je op een gegeven moment heel duidelijk voor jezelf helder had van, maar dit is de reden waarom ik in Nederland moest komen en hier zit Gods bedoeling achter. He, je had het over die vrouw die je hielp in Frankrijk, in die trein en dergelijke. Dat zie je dan achteraf. Maar hoe was dat moment? Vraag 1 zegt dat als het goed is ook. Hè? Hoe kom je nou concreet achter Gods plan? Je had op een gegeven moment in Nederland van, hey, God wil me gebruiken voor de Koerden. Hij wil me gebruiken om zijn evangelie te delen. Ja, ik was een rozenkwekerij, zei ik. Een rozenknippen. Ja. Toen God sprak tot mijn hart. Ik was aan bidden en zingen. God sprak tot mijn hart. Weet je, God spreekt ook tot jouw hart. Als wij onze oren, geestelijke oren, openen, dan God spreekt echt tot onze hart. Ik heb geen zo luide stem gehoord van God, zo luid, maar wel tot mijn hart gehoord. En hoe gaat dat? Hoe is dat? Ik hoorde die stem tot mijn hart, ik hou ook van jou. Dus ik ging met die stem praten. Ik was helemaal alleen in rozenkwekerij. Zo'n grote rozenkwekerij, ik was alleen. Hmm. Dus ik was gewoon zo hard mogelijk gewoon, ja, niet zo hard, maar niet overdreven. Maar ik was wel met die stem praten. Tot God, Heer, ik hou ook van u. En toen die gesprek, zo ging het. Ik heb jou gemaakt voor mijn eer. Ik wil je zegenen. Ga naar Koerden terug. Oh, ik zei, nee, Heere God, ik wil niet naar de Koerden. Zo ging het. Ik ga niet naar de Koerden. Hoe wist je toen zeker dat het God was die dat duidelijk maakte? Maar hoe wist je dat zeker? Hoe weet ik zeker? Ja. Koerden, die zijn koppig, eigenwijs, allemaal moslim. Niemand luistert. Als jij over evangelie hebt, in eigen kracht, niemand luistert. Maar God zei, wees niet bang. Ik ga jou zegenen, ik ga jou gebruiken en je gaat het zien. Als jij doet wat ik zeg, ik zal jou zegenen. Nou, ik ben gelijk gestopt met de rozenknippen. Gelijk naar huis gegaan en gebeden.
Maar Heere God toen zei, ik zei, oké, Heere God, ik wil het wel doen, maar wat moet ik doen? Hoe moet ik naar ze gaan? Wat moet ik zeggen? Toen Heere God zei, maak maar een feest, Koerische feest, Koerisch mogelijk, cultureel mogelijk, alles doen wat Koerisch is in die feest. Dus ik zei, oké, Heere. En hij zei, maar vergeet niet in deze feest mijn naam groot te maken. Nou, in 2002 was geen Koerdische mensen hier in Nederland christen. Ik was de enige. Dus ik ben gegaan naar de Koerden met een briefje, met een potlood gemaakt. Een berg van Koerdistan, kom maar naar een nieuw leven. Naar de Koerden gegaan, uitgedeeld. Ik dacht, Heere God, ik doe het wel, maar ik geloof niet dat echt mensen komen. Niemand komt. Nee. Maar in die dag waren 80 Koerden gekomen om het evangelie van Jezus Christus te horen. Want ik heb geschreven, kom maar naar een nieuw leven, kom maar naar een feest, Koerische feest. En toen wilden ze wel komen. Toen zijn allemaal gekomen en ik heb mijn getuigenis gedeeld. Aan het einde van die feest waren 40 mensen zijn naam hebben geschreven, wij willen een Bijbelstudie. Nou, is dat plan van God of niet? Ja, ik was wel aan huilen in de wc, in de hoek van een zaaltje, allemaal gaan, heren, wat bent u goed, wat bent u groot. Ik heb nooit kunnen dit mogelijk maken, 80 mensen in mijn feest komen en allemaal evangelie horen, aan het einde van de dag 40 mensen zijn naam opschrijven, in Apeldoorn, Dronten, Kampen, drie bijbelstudiegroepen. Ik was net christen, ik wist helemaal niks, niet geleerde, altijd 7 bijbel onder mijn hand, naar de bijbelstudie. Allemaal Bijbel naast elkaar leggen. Ik weet niet, hoe moet ik Bijbelstudie leiden? Nee! Elke keer mijn getuigenis delen. En de liederen zingen. Maar God heeft mij gebruikt. Daarom wist ik dat het Gods plan is. Daarom wist ik dat God heeft mij geroepen. Dat kan niet anders. En Heere God zei, ik zal je zegenen. 13, 14 jaar geleden was geen één Koerd in Nederland christen. Maar nu is het tientallen christenen in Nederland, in Europa, in Koerdistan, in Turkije, in Syrië. Overal mensen zijn tot geloof gekomen. Nu weet ik wel 1000% zeker. God heeft mij geroepen en God heeft een plan. En God gaat verder. Mooi. Toen, dus die 80 mensen geweest in die feest. Toen wist ik, ja, Heere God, dat is echt uw plan. Toen wist ik, ja, God heeft mij geroepen. Want dat kan niet anders. 80 Koerden, moslims allemaal bij elkaar komen om het evangelie te horen. Mooi, dankjewel. Weer een andere vraag. Vraag 7 is dat. Je vertelde in je getuigenis over dat je op een gegeven moment Irak verlaat, komt in Nederland aan. En ergens zei je ook van, toen je nog geen christen was, geen papa en mama die je in het gereel konden houden. Ja. Maar hoe hebben zij erop gereageerd? Eén. Dat hun zoon weg was, of dat hun broer weg was, of dat een dorpeling weg was. Of in ieder geval, je had een leven in Irak en opeens ben je daar weg. Ja. En hoe hebben ze erop gereageerd dat je christen bent geworden? Nou, eerst heb ik niet verteld dat ik christen ben. Ik heb 8 jaar geen contact gehad, of niet teruggegaan naar Irak, van 98 gevlucht. Pas 2006 voor de eerste keer teruggegaan. Maar ik heb gebeld naar mijn moeder en naar mijn familie, dat ik een Zeeuwse verloofde heb. Ik ga trouwen met een Nederlander. Een Nederlandse vrouw. Toen zeiden ze, nee, mag niet. Wij kennen jou niet. Als hij dat doet. Want kerk, christen, niks ervan. Nou, ik zei, mama, ik ga het toch doen. Nou, doei. Jaren geen contact. Ja, wij lachen nu, maar dat is helemaal niet leuk. Hoe is dat? Dat is een soort van vervolging ook. Dat je een keuze maakt. Ja, dus het was heel erg in die tijd. Ik heb jaren geen contact gehad. Ik was wel heel verdrietig van. Maar toen mijn broer belde, na jaren, zei hij, jij moet nu terugkomen, want papa gaat sterven. Mm. Nou, dus in 2006 heb ik een snel vliegticket geboekt en teruggegaan. Heb ik voor de eerste keer aan mijn vader en mijn moeder en mijn zussen en broers verteld dat ik een christen ben geworden, dat ik een bekeerd ben. En dat vroeg ik aan mijn vader en mijn moeder dat ze mij accepteren als christenzoon. En mijn vader deed zijn arm open, het was een ziekenbed, zei hij, ik hou van je, je bent nog steeds mijn zoon. En toen gingen tranen barsten, huilen, iedereen. En ja, zo ging het.
En nu, nu zijn open voor mij, voor het evangelie. En je mag voor ze bidden. Mooi. Ja. Ik blijf vragen stellen, maar jullie zitten er ook. Ja. En er ligt hier een microfoon. Dus ik zou zeggen, steek je handen eens omhoog. Als je zegt van, hé, ik wil ook mee. Jij? Oh. Ik dacht een hand te zien, maar toch niet. Iemand? Ja. Microfoon 1. Ik moet even denken hoe ik het moet gaan zeggen hoor. Maar u zei dat God echt gewoon tot u sprak. U hoorde gewoon zijn stem, zeg maar. Maar dat, nou, ik hoor dat zelf zeg maar niet zo vaak. Ik vind het echt onwijs gaaf, zeg maar, dat u echt die stem ook gehoord hebt, zeg maar. Denkt u dat iedereen echt die stem kan horen? Want ja, ik vraag heel vaak of zo, maar ik hoor nooit eens letterlijk zijn stem van wat moet ik doen? Of weet je, op die manier. Ik weet nog steeds niet wat de vraag is. Nou, denkt u dat God echt, dat iedereen ook echt, letterlijk gewoon dat je echt zijn stem kan horen? Want je zegt wel altijd van, in de Bijbel kan je het lezen en dan dat is zijn stem, zeg maar. Maar ik kan nooit letterlijk in de Bijbel lezen wat nou precies een antwoord is op de vragen die ik heb. Ja. En u zegt net dat hij echt dat u sprak. Hij zegt echt tegen u, u moet naar de Koerden gaan. Maar dat staat toch nergens in de Bijbel. Dus u hoorde echt zijn stem. Ja, ik hoorde zijn stem in mijn hart. Inderdaad, ik heb het wel gedaan toen. En God heeft het bevestigd en bevestigd en bevestigd en tot vandaag. Dat hij diegene is die alle werk doet. En hij wil mij gebruiken tot zijn eer. En weet je, ik geloof in, heel sterk in Gods woord. Deze woorden is een Gods woord, Bijbel. En eeuwenlang, God heeft het gebruikt. En Gods woord is het levend, zegt in de Bijbel. In Hebreeën lezen wij. Dat alles een zwaard komt in onze hart, diep in onze hart. Gods woord is het levend, dat zegt Jezus ook. En Jezus zei, voorgingen naar de hemel, ga heen, ik ben met jou alle jouw dagen. Als God met jou is, elke dag, in jouw hart is, hoe gaat hij dan en, stil zijn heel jouw leven? God zegt, ik ben in jouw hart. God zegt in de Bijbel, jij bent een huis, ik woon in jou. Dat lezen wij ook in de Bijbel. Nou, God dus spreekt ook in jou, in jouw hart. Maar wij mogen bidden tot God, dat God onze geestelijke oren openen. Onze geestelijke ogen openen. Dat wij, hoe u vanavond mijn stem nu hoort, dat u ook zo Gods stem in jouw hart mag horen. Want dat is het verschil. Dat God, onze God is God van relatie. God spreekt door zijn woord. God spreekt door zijn dromen. God spreekt door visioenen. God spreekt door de mensen. Vanavond, God heeft gesproken. Heeft mij gebruikt, liederen gebruikt, iedereen gebruikt die dienst heeft in deze avond om tot jou te spreken. God spreekt. Als hij zegt, ik ben elke dag heel jouw leven met jou, dan is hij niet zonder woorden, zonder stem. Hij spreekt elke dag tot jou. Verhelderend? Of zeg je van, nou, ik vind het nog steeds lastig? Nou, het blijft altijd lastig, toch? Wat zeg je? Ik zeg, het blijft altijd lastig, toch? Wat zeg je? Ja, maar ik hoor echt niet. Nee. Sorry. Ja? Ik zeg, het blijft altijd lastig, toch? Of het, nee, dat blijft niet lastig. Kijk, jij vindt lastig, maar je hoeft niet lastig te blijven. Je vindt nu lastig, mag wel. Maar je mag wel hier doorheen, met God samen. Heb jij wel, jij moet wel vragen. En blijven vragen, en blijven vragen. En God zal echt jouw antwoord geven. God zal het echt spreken. Net zoals Samuel. Samuel! Ja, heren, u kunt echt hoort. Nou, het zegt God, nee, dat is mijn dienaar. Ik ga naar de priester toe. Dus 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, vraag aan God. God zal zeker spreken tot jouw hart. Misschien wel een mooie aanvulling, of aanvulling om het te halen, voor wat zegt, niet God spreekt in mijn oren,
Dus ik hoor, terwijl ik aan het wandelen ben bij de appie, hoor ik opeens een stem en denk van, hey, nee, dat is niet de cashier, dat moet dan God zijn. He, spreken in het hart. Dus dat is heel duidelijk de stem van God verstaan, zonder dat er ook iemand anders is die het hoort. Ja. Dat bedoel je, van niet zozeer in het oor horen, maar een innerlijke overlegging in je hart, waarin je duidelijk merkt, hey, hier spreekt God tot mij. Toch? Ja. Dat is wat je bedoelt, hè? Ja, zo is het. En wij lezen ook tientallen voorbeelden door de profeten, door apostelen. God heeft op deze manier gesproken. Ja. Ja, precies. En God spreekt vandaag ook op dezelfde manier als in de Bijbel, tot jou. Ja. Het zou een mooie jijdenavond op zich zijn om, een tip voor de eindverantwoordelijke, om daar eens over met elkaar over door te denken. Hoe kan ik Gods leiding in mijn leven ervaren? Op welke manieren kan God mij zijn wil duidelijk maken? Door de Bijbel uiteraard, maar op welke manieren kan dat nog meer? En hoe kan ik daarin de juiste keuzes maken? Hoe weet ik zeker dat de duivel me niet misleidt? Enzovoort. Dat zou een avond op zichzelf zijn om daar allemaal over te hebben. Hey, nu ben ik weer aan het woord. Ik wil jullie aan het woord laten. Wie? Ik heb misschien wel een kleine aanvulling. Oh, nou, doe eens. Ik heb misschien wel een kleine aanvulling op jouw vraag. Want ik herken je vraag heel erg. Ik heb hem ook heel lang gehad. Het is heel moeilijk uit te leggen als je de stem van God hebt gehoord. Oké, hoe leg ik dan uit aan een ander dat nou Gods stem was? Want inderdaad, het is niet een harde stem. Het is niet een stem die inderdaad anderen kunnen horen. Maar het is een soort stem in je binnenste. Waar ik van je eigenlijk niet... Het zijn niet je gedachten. Je kan hem niet verklaren. En je denkt van, hè? Wat hoor je? Jij herkent het? Ja, ik snap het wel. Wat is dit nou? En die stem die is goed. Die stem, dat zijn... De dingen die God zegt, dat zijn goede dingen. Ze zijn altijd in overeenstemming met zijn woord. Ze zijn positief, opbouwend voor de ander. Er is nog een reden, die ben ik even kwijt. Maar je merkt van, hey, dit zijn niet mijn gedachten. Ik zou dit niet bedacht kunnen hebben. Dat is ook een hele belangrijke. Daardoor, hè, dat is net als bij jou, je had nooit zelf kunnen bedenken dat je terug moest. Ja, dan denk je bij jezelf, ik ga mooi niet terug, dat zit helemaal niet in jouw denken. Ja. Maar het is wel opbouwend en het is een overeenstemming met Gods woord. Ja. Klopt, hè? Ja, ik heb ook nooit bedacht dat ik moet een feest gaan organiseren. Ja. Het was nooit mijn gedachte, feest organiseren. Ja. Ja, dus dit zijn dingen. Mooi. Als je dat hoort, dan denk je, hey, ik krijg het zelf nooit verzonnen. Daar denk je niet aan. Ten tweede is het opbouwend en het is liefdevol. Dus die drie dingen moet je altijd heel goed onthouden. Als je iets, een gedachte denkt te krijgen, en als je dan deze dingen meeneemt, dan denk je, hey, dat zou wel eens de stem van God kunnen zijn. Ja. Mooi. Mooi. En aansluitend op wat Voebert net ook zei, dat al die dingen die jij net noemt, Ted, en ook, ik zie dat God het echt zegent. Hè? Je kunt blijven die vraag stellen van, is dit wel echt van de Heere, deze keuze die ik nu maak? Ik heb wel de opmerkingen die Ted net noemt, zijn heel waardevol, die heb ik meegenomen. En toch kun je ook gewoon van, Heer God, ik denk op grond van wat ik uw stem, hoe ik het heb begrepen, denk ik dat ik deze kant moet gaan. Maar wat Voebert ook aangeeft, ik heb daarin zo sterk de zegening van de Heere gemerkt. God bevestigt het ook, dat het echt zijn woord was en dat het zijn plan is en niet mijn gedachten waren, maar dat het echt iets van God is. Hij zegent het ook. Dat is ook een hele mooie om mee te nemen. Ik heb het wel half jaar geleden meegemaakt. Ik was wel met Facebook bezig met een meisje die misschien net zoals jouw leeftijd was, met Facebook bezig, allemaal vragen had die meisje. En ik wist het niet waar die meisje is, in welke wereld, deel van de wereld leeft en woont. En ik heb voor haar gebeden. En gebeden en bij Heere God gebracht. Weet je, en dan een paar maanden later was ik in Irak. Ik hoorde een broeder evangelist zegt, broeder, wij moeten echt naar een oudere vrouw en een meisje toe, want die hebben heel lastig. Wij moeten bij hun in het dorp bezoek gaan. Nou, ik ging in de bezoek, heel lastige plek, wij komen aan. En die meisje komt gelijk een hand geven aan mij, begint hij allemaal vragen te stellen. En ik praatte met haar, ik zei, ben jij niet die meisje die op de Facebook? Zegt, begin je gelijk huilen. Zegt, ja, dat ben ik wel. Heb ik dit gepland?
Had ik wel adres van die meisje? Nee. Ik heb er wel aan de vader gevraagd. En die vader is gelijk mij gebracht naar die meisje. Dat doet God. Hij is in mij. Hij is in jou. Hij gebruikt ons. Alleen, wij mogen wel aan hem vragen. En ook alles wij lastig vinden, geen probleem. Geeft niks. God is zo groot en zo machtig. En blijf maar aan hem vragen. En tot jij echt een antwoord krijgt. Hij zal het wel komen. Met zijn antwoord. Ja, mooi. Aanstekelijk christen is het. Heerlijk. Wie wilde reageren? Ah, kijk. Alsjeblieft. Ja, het is heel mooi om dat te horen, dat God tot ons spreekt. En ik denk dat dat ook echt gebeurt en dat wij dat allemaal wel horen. Maar dat we soms ook heel bang zijn voor de consequenties die dat met zich meebrengt. En dat is denk ik ook het verschil. Niet dat ik dat meisje die vraag stelt, haar verwijt dat ze niet wil luisteren. Maar als ik naar mezelf kijk, zou ik ook eigenlijk heel bang zijn dat God zou zeggen van, ik heet toevallig Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Dat zou ik vreselijk vinden. Ja. Dus dat wil ik eigenlijk helemaal niet horen. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die we niet willen horen, omdat we het zo prettig vinden hoe het gaat. En dat is natuurlijk ook, één is Gods stem horen, maar twee is natuurlijk wel gehoorzamen. Ja, amen. Dat was dus geen vraag. Toch? Dank voor je aanvulling. Mooi, dank je wel. Er staan zulke grote bouwlampen aan en nog zie ik die vinger niet. Ja. Even kijken, hier ergens, hè? Alsjeblieft. Nou, ik had ook wel een vraag, want de laatste tijd is de IS natuurlijk heel vaak actueel en ook wordt weer in verband gebracht met de islam. Ja. En dan hoor je dus ook vaak bijvoorbeeld, tenminste ik was een paar keer gelezen, dat mensen dan zelfmoord willen plegen, omdat ze dan in het paradijs komen of zo. Klopt dat? Staat dat ook in de Koran? Of, Ja, dat klopt. Ja, dat is het mooi van islam. Is niet mooi, is vreselijk. Maar als jij gaat iemand vermoorden in de naam van Allah, en dan kom jij gewoon in paradijs, zeker weten. Daarom die zoveel ISIS'en zijn overal, en gaan ze in de naam van Allah, Allahu Akbar roepen ze, en gaan ze vermoorden en onthoofden. En als zij doodgaan, doodgeschoten worden, dan zijn ze zeker in de paradijs. Dat klopt. Iemand anders nog? Oh, je buurman. Maar ik vind u doet heel mooi werk, maar krijgt u niet af en toe bedreigingen van mensen voor het werk wat u doet? En hoe gaat u daarmee om? Bedreigingen zijn genoeg, broeder. Geloof me, ga maar naar buiten morgen en vertel het aan een collega of op de school. Jij, over Jezus, je wordt bedreigd. Je wordt ook vervolgd. Je wordt vernederd. Wij ook. Wij worden heel vaak, bijna elke week bedreigd. Tot de dood. En gestenigd in Rotterdam. Onze huis, midden in de nacht. Wij dachten echt, mijn vrouw en ik dachten dat we echt gebombardeerd werden. Gewoon, wij dachten dat de kast in de slaapkamer viel gewoon naast ons. Zo dachten wij. Doen we onze ogen open en kijken naar beneden in de woonkamer. Alleen maar stenen en ruiten kapot. Auto helemaal tot los. De bedreigingen zijn genoeg. Ik ga straks vannacht gaan reizen. Broeder, ik ben echt zwak. Ik ben niet sterk. Ik ben ook bang. Postcontrole, zo handen vouwen, heren, wilt u mij bewaren? Wilt u mij door de postcontrole, alsjeblieft? Draag mij. Leven voor Christus is niet makkelijk. Jouw roeping volgen, roeping van God, is niet makkelijk. Kijk maar naar de apostelen. Kijk maar naar de profeten. Hadden ze makkelijk? Nee. Maar we gaan niet voor makkelijk. Jezus hier op aarde was en alle profeten en apostelen. Eén ding was hun verlangen. Was hun hart om anderen te beïnvloeden. Wij leven niet voor succesvolle leven. Wij leven voor anderen beïnvloeden. Anderen beïnvloeden voor God. En dat is het mooiste.
Ik wil niet, als ik sterf, zeggen, wat een prachtige, evangeliste, zo succesvolle leven. Nee, ik wil als sterven, een paar mensen zijn die ook voor Jezus gaan. Ik heb hun beïnvloed voor Jezus gaan. Want Jezus is de enige vredevorst. Hij is de enige populairste man op aarde en alle geschiedenissen en alle tijden. Jezus, die met vrede gekomen en met vrede gegaan. Met de liefde gekomen en de liefde weggegaan. Die man wil ik als voorbeeld nemen in mijn leven en heel mijn leven over spreken. Hoe moeilijk dat ook is. Amen. Ja, amen. Iemand anders? Die wil reageren? Niet? Nou, Ted, doe eens. Oké, okay, nou kijk. Ik vind je naam moeilijk, maar wat jij doet en wat je hebt gedaan, dat is heel moeilijk en heel heftig. Om even mijn eigen verhaal heel kort te doen. Ik heb op een gegeven moment aan God gevraagd, Heer, wil u maar laten zien wat ik mag gaan doen in mijn werk. Dat hield een totale omslag in. En ik moest stoppen met mijn band. Nou, zoals je weet zing ik graag, dat weten jullie inmiddels. Maar dat was voor mij op dat moment echt een aderlating. Dus ik moest echt dingen los gaan laten voor God. Dat betekent dat je je eigen ding, je eigen wil eigenlijk los gaat laten. En eigenlijk gaat zeggen, Heer, ik ga doen wat u wil. Maar dat kostte mij dus wat. En dat kan. Het kan je echt iets gaan kosten. Alleen God geeft er wat voor terug. En God geeft er veel meer voor terug. Als je gaat leven, als je gaat doen wat hij wil. Als je ziet wat er bij jou is gebeurd. Ik denk dat je enorm vreugdevol bent van geworden van wat er allemaal, wat God mag doen door jou heen. Want daardoor worden allemaal mensen die leren God kennen, leren Christus kennen. Als ik zie wat ik hier mag doen, als ik merk de contacten die ik met sommigen van jullie heb, die zijn zo waardevol. Dan denk ik, wauw, God heeft een plan. Met ieder van jullie, met ieder van ons, met mij. Alleen je moet wel vragen naar zijn wil. En dan moet je durven om je eigen plannetje, om dat apart te leggen. Niet meer mijn wil, maar uw wil. Waarom? Hij kent de beste wegen. Hij heeft de wegen voor ons, die heeft hij al lang klaar liggen. En er is niemand die het beter weet dan God zelf. Ja? Dus als je dat gaat doen, als je gaat luisteren naar zijn wil en het ook gaat doen, dan volgt daar zegen op. Want jij weet niet waar je belangrijk bent. God wel. En voor een aantal van jullie ben ik hier heel belangrijk. En dat weet God. God wist dat. Van tevoren al. Ik niet. Ik had geen idee. Goed, wat moet ik daar doen? Echt. Dus, nou weet ik geen eens meer waar ik begonnen ben, maar ik hoop dat het een en ander duidelijk is geworden. Dankjewel, Ted. Even kijken hoor, of ik wel al jullie vragen ondertussen tussendoor heb gehad. Deze is nog wel een hele... We zitten wel met de kwetsbare vragen en de opmerkingen en ook wat Ted net deelde en de vragen die gesteld worden. Heel mooi. Ik heb hier nog vraag 3. Daar staat, hoe mooi hoe je hem, de Heere God, groot maakte in je getuigenis. Voor wat? Ik kan hem met mijn hart niet oprecht groot maken, wat vaak een hoop verdriet met zich meebrengt. Heeft mijn leven dan wel zin? Ben ik dan wel van meerwaarde? God groot maken in je leven. Er is iemand die sterk het idee heeft dat jij dat doet. Maar hij of zij lukt het niet. Heeft dat leven wel zin? Ik denk dat als wij denken en hoe God is. Die waardevolle God, die bijzondere God en die heilige God.
En zo God die vol van liefde is, als wij aan die denken die Hij in ons is, dan onwaardelijke, onwaarde van ons verandert naar de waardevol. Want Hij is de waardevol die in jou is. Ik zei het straks in mijn getuigenis, denk niet, kijk niet naar jouw fouten, naar jouw zonde. Kijk naar Jezus, die allerheilige en allermooiste, die waardevolste, die kostbaarste, die zit in jou. Denk alleen aan dat, dat God in jou is. Daarom ben je waardevol, daarom ben je bijzonder, omdat Hij is bijzonder die in jou is. En wat nu, je zegt hè, als God in mij is, maar wat nu als iemand zegt van ja, maar ik ben geen echte christen. Ik ga wel naar de kerk en ik ben hier vanavond. Maar als ik heel eerlijk ben, woont Gods geest niet in mij. Ik volg Jezus niet echt. Ik geloof Hem niet echt. Maar ik ben er wel vanavond. Ja. Hoe kun je dat dan zien? Dan woont God niet in je. Maar ja. Hoe dan? Ja, dan vraag ik aan jou, kom maar straks naar voren. Dan gaan we gewoon met de bestuur, met de broeders voor jou bidden. Dan geven wij jouw leven aan Jezus. Als jij wil. Dat is jouw eigen keus. Wil je Jezus volgen? Wil je hier Jezus in jouw hart komt? Kom maar bij ons. Na hier klaar zijn. Hier gaan we voor jou bidden. En nodigen wij Jezus uit dat Heer Jezus in jouw hart komt. En in jou woont. En jouw leven leidt. En dan hoef je niet bang te zijn. Mooi, ja. Goed, gaan we doen. Nog één vraagje. Ja, eigenlijk twee nog. De laatste die ik ga voorlezen, dat is vraag 2, Jonathan. We hebben het er al wel over gehad, maar ik dacht, hij is zo belangrijk en ik vermoed dat hij bij jullie leeft en blijft leven wel. Ik wil graag mijn geloof uitdragen, maar vind dit moeilijk tegenover medestudenten en collega's op het werk. Hoe doe je dat? Net voor wat vertelde je dat je vannacht weggaat en het spannend vindt en moeilijk vindt en bang bent. Maar waarom ga je dan toch? Wat is dat? En hoe doe je dat? Ja. En hoe bij de bakker opeens dat gesprek om iets over de Heere God te vertellen? Of, nou, heel veel van ons zit in collegezalen. Hoe kun je nou met iemand, of op een sportvereniging, hoe kun je met iemand die niet in Jezus gelooft, hoe kun je nou de brug maken om het over de Heer Jezus te hebben? Dat blijft, ja, we hebben hem al een beetje besproken, maar ik wil hem toch nog een keer doorgeven. Straks heb jij een heel bijzondere kans om dat te vertellen. Als jij geen middel hebt om te vertellen, straks komt kerst op een paar maanden. En rondom de kerst, dan heb je kans om alle studenten of iedereen die dicht bij jou is, jouw vrienden, vriendinnen, om te uitnodigen bij de kerst. En ik gebruik altijd een middel, of papiertje, of het boekje, of het kaars. Weet je dat kaars? Kijk, we brengen kaars aan de vluchtelingen. Weet je wat betekent dat, kaars? Licht, oh mooi, ja, licht. Maar weet je wie licht is in de wereld gekomen? Licht in de wereld gekomen. Jezus Christus. Oh ja, dus een middel. Snap jij? Dus... Ja. Altijd iets in jou. Ik vond het heel moeilijk om eerste keer, ik weet het nog, heel goed, eerste keer in mijn leven, hoe heb ik zo vaak gebeden, Heere God, hoe ga ik vertellen aan mensen dat u een levende en God bent en dat u redder en verlosser bent. Weet je, toen ging ik bij mensen een gezin in Azazé, het was in Apeldoorn. Ik heb het zo vaak gebeden, ik zat daar echt zo zenuwachtig en zo bang, ik weet niet hoe moest ik vertellen. Maar op een gegeven moment, God gaf mij idee. En die idee was, die boekje, dat was Koerden in de Bijbel. Koerden in de Bijbel stond. Ik heb die boekje gepakt in mijn tas. Ik zei, kennen jullie die boek? Een goede binnenkomen. Ja, zo begon ik. Koerden in de Bijbel. Koerden in de Bijbel, nee. Oh nee, ken je niet? Nou, eerst de bladzijde openen. Ja, zo kan je wel vertellen. Ja. En een briefje in je hand. Kan je gewoon meenemen. Hier, kijk, staat Gods liefde. Nee, ik geloof niet God. Nee, geloof je niet. Kijk maar hier. Dan kan je gewoon een middel of iets, een kaars of een pen of wat dan ook. God wil ook gebruiken jou voor tot zijn eer. Maar weet je, vaak, heel vaak zijn wij schamen om te vertellen. Ja. Of wij zijn bang. En die moet eerst
afgebroken worden. En hoe kom je daar nou vanaf? He? Hoe kom je daar vanaf? Gewoon durven te doen. Ja, dat vind ik juist een beetje eng. Ja. Ja, maar hoe durf je dat de meeste te doen? Nou, wij zijn ook soms bang hoor. We zijn geen helden. De enige die echt power heeft is Jezus. Maar wij gaan niet alleen, wij gaan samen. Dus met zuster Lisbeth, met André Zwart, met Marcel gaan samen naar bepaalde mensen toe. En vertellen wij over nederige koning, over Gods liefde. Nemen wij kaarsen mee of nemen wij een kaartje mee of uitnodigingen mee. En gaan we gewoon vertellen, uitdelen. Op deze manier doen we. Mooi, heel mooi. Ja. Dus, dankjewel. De laatste vraag bij jij, daar is altijd dezelfde. En dat is de vraag, Fuad, wie is de Heer Jezus voor jou? Heer Jezus? Ja. Heer Jezus is mijn de enige redder en verlosser. Hij is mijn helper. Hij is mijn leven. En hij is de enige liefde, bron van liefde in mijn leven. Dankjewel. Zou je met ons willen eindigen deze avond met gebed? Ja. Dan mag je daarna even blijven staan, want dan gaan we je bedanken en een lied toezingen. Oké. Okay. Ja? Bidden ja. En daarna mag je blijven staan. Ja. Laten wij God danken en bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, voor deze avond. Heere God, dank u wel dat u God bent die van ons houdt. Dank u wel, Heere God, dat u bent gekomen hier op aarde om ons te redden. Dank u wel, Heere God, dat u ook hebt ook speciaal vanavond ons geroepen, omdat u wil ook relatie hebben met ons. Omdat u wil spreken tot ons. Heere God, u wil dat wij ook uw naam dragen en ook uitdragen. En vertellen over wie u bent. Heere, geef ons kracht en geef ons dat wij durven te vertellen. En haal alle schaamte weg in ons, Heer Jezus. En haal ons ook angst weg. U zegt, Heere God, meer dan 360 keer in de Bijbel, wees niet bang. En dat zegt u ook vanavond. Heere, haal een angst weg in ons. En zegen iedere persoon die hier aanwezig is. En spreek, Heere God, tussen hun hart. Zoveel, Heere God, ook die mensen zijn die hier, die zo verlangen hebben dat uw stem horen, wilt u spreken, Vader, door uw Heilige Geest. Jezus Christus, u bent de enige bron van het liefde. U bent de enige bron van het leven. Heere, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor iedereen die aanwezig is. Ik wil ook, Heere God, u bedanken dat u hebt toch gesproken en dat u ook harten geopend. En dat mogen ook van, met blijdschap ook uw woord dragen. En dat wij, Heere God, mogen ook dank zeggen tegen u. Dank u wel dat u aanwezig was. Wees met ons ook als wij hier uit elkaar gaan en naar onze huis, waar wij ook naartoe gaan. Heere, wees met ons en leid ons. En wij vragen u uw zegen in onze leven. Dank u wel, Heere. Wij houden van u. Hou ons vast in onze leven. Alles wat wij doen. En laten wij uw naam glorie geven. En alle eer aan u geven, ook voor deze avond. En wij hebben niks gedaan. U hebt het alles gedaan in onze leven. In Jezus' naam. Amen.